Je kent de plek waarschijnlijk al van de lokale groente- en fruitmarkt Lekker Nassen. De gymzaal in het Zeeheldenkwartier. Stichting Lokaal Voedsel Den Haag wil hier de hotspot van de stad van maken. Voor alles wat met voedsel te maken heeft. Dat was lastig, want de gymzaal was niet van hun. Maar ze hebben goed nieuws. Nu is de gymzaal nog van de gemeente. Maar we hebben een anonieme weldoener gevonden die eigenlijk het geld ter beschikking heeft gesteld, zodat we het kunnen kopen. En met hun nieuwe aanwinst hebben ze grootse plannen. Het wordt een Haags voedsellokaal. Dus eigenlijk alles wat met voedsel te maken heeft, dat zou hier een thuis kunnen vinden. Daarnaast vinden we het ontzettend leuk als mensen uit de buurt ideeën hebben dat ze het hier ook gewoon uit kunnen proberen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, in september start er een groep studenten en die willen graag uitproberen hoe ze met afval hun eigen bedrijf op kunnen starten. Dus ze gaan afval ophalen bij supermarkten en op andere plekken en daar gaan ze mee koken. De gymzaal wordt bijvoorbeeld al gebruikt voor het maandelijkse pizza cc etentje van de Haagse Volkskeuken en Tuinbank cc. Een groep mensen die diensten zoals pizza bakken ruilt voor andere diensten. Er zijn hier heel veel andere initiatieven, zo'n non-profit eigenlijk de meeste. En het zijn allemaal eigenlijk voortgevloeid uit Den Haag in transitie. Dus een groep mensen die eigenlijk op andere manieren met elkaar een stad eigenlijk probeert te creëren. Vooral ook met voedsel gerelateerd. Maar wij vinden het dan ook heel erg leuk om te kijken van, hey, kan dat voedsel ook op een andere manier naar de mensen komen dan alleen met euro's? Kan dat niet gedeeltelijk ook met tijd? En Lieselot is op zoek naar nog meer initiatieven voor de gymzaal. We zijn erg grote fan hier van zelforganisatie. Dus het houdt in dat als je een idee hebt, dat je daar wel zelf het voortouw in moet nemen, maar we kunnen wel helpen. Ik bedoel, we kunnen helpen door sowieso die fysieke plek te bieden. Maar een van de dingen die mij persoonlijk heel leuk lijkt, is als de buren gaan koken. Dan is het wel gewoon wat we die avond gaan eten, is wel echt de spaghetti bolognese van de buren, van de buurman of buurvrouw die kookt. Maar dan helpen we wel een beetje met inkopen doen en een beetje met het opschalen van hoe doe je dat dan voor 30 man. Een beetje in die verhouding moet je het zien.